Yvonne Nauta, we kennen daar het algemeen van de lange baan. Dus is het nou precies bij een marathon? Is het wel een heel verschil? Ja, klopt. Ik rijd altijd al wat marathons om een beetje trainingsarbeid en gewoon voor de leuk, die ik dat altijd wil. Maar nou, in verband met het weeromkomen vanuit de blessure, dacht ik. Ik werd eigenlijk benaderd door Klasina en Henk Jan. En ik dacht eerst, ik wil het officieel in een team en zo. Dat vind ik. Ik weet niet eens of ik straks 80 rondjes kan rijden met mijn enkel. Ik koe eigenlijk geen nee is op dit aanbod. Het liek me zo leuk, het gevoel weer goed. En ik dacht, waarom net? Het is tenslotte hartstikke leuk om voor een team, mijn team, te rijden. En ik eens een keer op die manier uit het lange baan wereldje te komen. En dat is net als lange baan er even instapt, maar dat is echt, mijn team iets delkens zetten. En dat spreekt mij wel aan. Is dan alle marathons dit seizoen rijden of is de focus toch vooral nog wel op het lange baan? Nee, inderdaad. In het begin vooral focus ik me op de lange baan. De eerste drie marathons die riet ik net. Heel misschien de tweede wel, maar de eerste drie die. Dan heb ik het drok mij kwalificeren voor de trials. Voor de World Cup kwalificatietoernooi. En dat wil ik gewoon heel graag rieden. Maar daarna riet ik naar verwachting. Want het is nog altijd spannend voor mij hoe ik dat. Hoe het geert, zeg maar. Hoe het 80 rondjes op net al te mooi is natuurlijk. Hoe ik dat kan volhouden. Maar tot nu toe, er zit heel mooie progressie in. De lange baan gaat in ieder geval al behoorlijk goed. Dus dan verwacht ik met een marathon ik. Want ja, het is natuurlijk een hele vervelende breukhoorn, om het maar eens even te drukken. Een gecompliceerde breuk, volgens mij gecompliceerder dan dit koehaast net. Best goed, waarom kan vrienden hier al? Krijg net op tijd, waarom? Maar dat weer de verwachting ik net om bij de Olympische Spelen te halen. Maar hoe is het nou dan? Ik heb inmiddels in het varier nog een operatie gehad om al het metaal uit de voertuig te halen. En dat vind ik nog een pittige klus voor. Daarna weer revalideerd en op zich is het allemaal wel weer goed gang. Er zit wat meer mobiliteit in, dus het viel allemaal weer wat natuurlijker om. Moest wel die schroeven en al het easen er weer uit? Ja, voor mijn gevoel kwam ik eigenlijk net verder. Want dan er zit zo volle in dat het blokkeert gewoon in die beweging en het wordt snel stief. Het zit gewoon gigantisch in het paad. Ik merkte een heel erg verschil toen er uitwier. Dat wel echt. Dat moest om heeg te komen in niveau. Hoorst dan. Die season, dit maar eigenlijk wel een terugkomjaar worden bij de prestatie die ze kreeg. Ja, klopt. Zo'n gecompliceerde breuk inderdaad. Er is in principe een hele naaie enkel. Het moet zien wij weer vinden. En ik mentaal is natuurlijk een hele klap dat ze niet een keer van top van de wereld eigenlijk weer helemaal bij nul moest beginnen. Dacht ik het net van mezelf vooral leuk meidje. En alleen nog als ik het leuk meidje, dan meid ik een kans om uiteindelijk weer echt op topniveau rond te komen. Dus, ja.